Hallo mensen, welkom weer bij Watchdogs. En deze keer gaan we naar een Freemanwasser toe. Gaan we een leuk bezoekje brengen en dat moet direct hier zo zijn. En natuurlijk is mijn goede vriend daar, daar heb ik gevraagd om daar een sniper te zijn. Die natuurlijk gaat helpen. Komt het weer dat tevoorschijn? Elke keer als ik shift doe, dan komt dat elke keer tevoorschijn één keer. Ik denk een soort glitch. Oké, nu gaan we maar eens beginnen met deze missie. Wat moet ik hier precies gaan doen? No bedbug this time. I'm going in alone. Seen the layout, I know the room. A rack's in there somewhere and it won't take him long to realize I'm coming. He knows what I'm after now. This time I leave with everything. Nu weet ik weer wat het was. Het was zeg maar de ene code wat ik had gekregen van die sleutelhanger of zoiets. Want die had een speciale keycoding om in die kamer te komen van hem. So, I just have to kill everybody en dan gewoon lekker alles stelen wat ik wil. Oké. Simpel gezegd, wapen eruit. Richten. En vuur alvast. There we go. Dat is nummer 1. I'm a Rossi Fremont. Yeah, I see you. Are you gonna tell me why we're fucking with these guys? Do you care? Not really. There's a computer inside that... It's okay. I really don't care. I was just trying to make some small talk. Oké. Nu moeten we weer daar binnen te slijpen. We kunnen twee manieren doen. Alles zo stil mogelijk of iedereen killen. Haal ik deze headshot. Oh, dit gaat veel headshots worden. Haal ik die headshot. Nope, net niet. Maar hij heeft wel een vermoeden waar het vandaan kwam. Zolang dat er geen backup komt, ben ik wel blij. Dan moeten we toch wel heel alert blijven. Tot niemand me ziet. Oh, dat is leuk. Bye bye. Oh crap, wie zag me? Oh hey. There we go, headshot. Oh, level omhoog en skill point erbij. Oeh, er zijn snipers hier. Oké. Moet ik voorzichtig voor zijn. Waar zijn die snipers? Daar is het. Oh, hallo. Het zijn allemaal checken. Allemaal checken. Dammit, sta stil. Hou op met zo heen en weer gaan. God. Dammit. Voorzichtig zijn. Kan vandaag. Nope, because you're dead. Got fuck all over here. And that's in heavy guy. Don't see shit here. I'll check that one. Hij is een dik armor guy. Laat me eens wat leuke C4'tje naar gooien. Doei doei. Oh, hij leeft nog. Nog een C4'tje. Oh, dat is te ver. Nog een C4'tje dan. There we go, dat moeten we doen. Oké, die ging in één keer dubstep praten. Nu, kom op. There we go. Die is neer. Maar nee. Oké, zover alles nog goed. Alleen nog wat mannetjes denk ik. Yep, bij de ingang. Er zijn nog een paar mannetjes. Een paar snipers. Eentje zit direct daarboven. Trouwens, laat me... Heb ik niet een sniper met een... eigen silencer? Hop, hop. Sniper zag me. Waar heb ik die weer? Ik moet een sniper hebben. Wachten. Nou. Aim. Headshot. Haha. Wait for it. Aim. Nou, just. Nope. Damn it. Lastig met deze sniper. Ik vind de, zeg maar de normale handgun wat makkelijker. Oké, kan ik dichterbij gaan cover nemen? En de sniper zie ik niet meer. En hij is de lengte laatste die ik moet killen daarbinnen. Dus ik moet wat dichterbij te gaan. Zover nog. Oeh, daar is die. Hij zit juist daar te verstoppen. There we go. Nu heb ik hem. Oké, oké. Zekerheid. Pistol. Reloaden hoeft niet. Oké, wat nu? Larry, can you get this door open? We're working on it.
T-Bone's got an idea. Yeah. They're running my encryption on the security doors. It's kind of hard to finagle remotely, but your Wonder Girl here, she just had a damn good idea. If you can cut power to that door, it's going to default to the base code for about half a second. And you know the base code? Yep. I wrote the damn algorithm. Let's give it a whirl. Oké, dat betekent gewoon dat ik een soort blackout moet gaan doen. En daardoor krijg je een soort access. So, there we go. It's open. You can take it in person. Be safe, Aiden. Oké. Okay. Oh shit, oh shit. Woe! Oh, just. There we go. Die is dood. Moet oppassen, ik weet niet of er nog meer mensen binnen zitten. Oh wacht, ik heb een leuk toeltje daarvoor. Waar ben je? Waar is het? Oh, daar is het. There we go. Nu heb ik lekker iedereen. Hebben we even dan een explosie bij zich? Yep, he does. Oh, wacht. Meestal kan je iets leuks doen. Oh, shit. What the fuck? That's a full pass. Dammit. Nope. Dat wil ik niet doen. Go. Don't come there we go. Until you find that pussy. Bye bye. Let's run down. Nou, die next one. Ik kan niet naar boven gooien, helaas. Kan ik cancelen? This motherfucker needs to be dropped once and for all. Find him. Ja, als je me kan vinden tenminste. Oop, nop. Gotta find that bitch. Hij is juist niet buiten mijn bereik. Oké, hij zit boven mij. Oh, hij kan naar beneden, maar ik kan mij makkelijker. Ah, de deur staat in de weg. Ik kan hem niet fatsoenlijk zien. There we go. Nu cover daar. Hallo. Moet er eentje zijn? Of is hij... Oh, hij is dood. Oké. Okay. Oké. Okay. Zien we extra geld hier liggen? Zo? Nee. There we go. Let's take the elevator. I think you know your way around the network. Mm-hmm. Well, so do I. There we go. Oh shit. Cover. Oké, okay, daar wil ik cover nemen liever. Thank you. Nope. Eens kijken. There we go. Oh, gaan we bij elkaar. Perfect. Blijf daar, blijf daar. Oh, ik heb iets te ver gerold. Blijkbaar. There we go. Come on. Reloading. Ik moet ook, damn it, ik moet ook reloaden. Sorry, ik was heel erg gefocust. There we go, headshot. You're dead. Reloading was zeker. Ik doe alles wat met de sniper, terwijl het niet echt hoefde. Oh, cover eromheen. There we go. En dan worden we dat twee granaten tegelijkertijd. Is er explosie nog? There we go. Dat is opgeruimd. Dat is de plek waar ik moet bereiken. Nu wat hebben we hier om de hoek? Camera check. Is er wel niks te zien. Maar oké, okay, ik weet dat er wel wat om de hoek zit te wachten. No, no. Koffer daar. Niemand daar binnen. Oké, okay, dat was hacken. En there we go, leuk audio log. Oké, die camera pakken. En dan... Nope, ik wil hem daar hebben. Hem daar. There we go. Auw. Oh, hij gooit naar mijn kant toe. Oh, hij killed someone. Oké. Okay. Nog eentje. There you go. Dan heb je weg van de bom schuilen. Oh, crap, we doen. Waarom ging ik daar naartoe, eigenlijk? Alright. There you go. Oh, nee. Muur gebruiken. There we go. Ik moet wat stijgers gebruiken naar dit. Shotgun, nope.
There we go. Oh, hij kwam mooi voor te staan. There we go. Oké, even een cover blijven. Hij doet te veel, iets te veel damage. There we go. Loading. Dit is sniper, dat kan ik niet schieten. There we go. Hand pistol. Oh yes I am. Nu waar ben jij? Just a job, are you going to die? Oké. Is dat hierboven? Hallo? Oh, hij is beneden. Maar laat hem lekker met rust. Heb jij een bommetje voor je? Oh crap, veel damage. Oh shit, ik heb geen idee. Fuck, I'm going to... Nope. Cover, cover, cover. Cover hieronder. Fuck, fuck, cover! There we go. Check out. Good on. And one more bommetje. There we go. Can we help him? Oh fuck, this actually hurts! Yep, of course it hurts. There we go. En dan een cadeautje voor jullie. Als het afgaat tenminste. Oh, de achterste heeft hij tenminste gepakt. Snipergeweer voor de lukkigheid. Zo, so, come on. There we go. Oh, hallo. There you go. Heeft hij of niet? Nope, hij heeft het niet. Oké, okay, there we go. Oh, dat is zo leuk hoor, ze allemaal één voor één. Zo is het dom dat ze allemaal bommen bij zich dragen. Hè? Dat is echt niet slim. Laat maar lukken, automatic eens pakken. Aka, eens kijken. Welke heeft de meeste? Die heeft de meeste stellen. Oké, okay, dat wordt mijn wapen nu. Alright, get up here stairs. Get up these stairs. En wat van resistance ga ik hier tegenkomen? Camera. Heb jij een bom? Nee. Heb jij een bom? Nee. Heb jij een bom? Jij hebt een bom. Heb jij een bom? Nee. Heb jij een bom? Yep, hij heeft ook een bom. Hopelijk gaat de explosie werken op hun. Moet even afwachten. En... yep, zover heeft het gewerkt. En dan nog. Die is dood. En die is dood. There we go. Zo snel opgeruimd. Ik ben hier overheen. De cover-systeem glitcht toch wel eens een beetje. Dat heb ik wel gemerkt. Zeg maar dat ik heel vaak aan dingen blijf plakken. Oké, wat ga ik hier krijgen? Camera. Oh, hallo. Dat is nummer 1. Nummer 2. There you go. Please blow up. Come on, come on. Yes. Nee. Wow, lucky bastard. Oh well. Whoa, what PA slipping us? Bom heeft hem net nog bereikt. Nu jij nog, mijn vriendje. Jij denkt dat je daar veilig bent. Oh, weet je wat? Ik doe het wel zo. Van. Koekoek! Oké, okay, de knuffelmanier. Altijd leuk. Nou, hier zijn we dan, vriend. Hallo. Veel deuren, zeg. En daar is de server. En om de hoek moet ik dan hier binnen gaan haken. Maar wat gaat er hier dan binnenin gebeuren? Oké, okay, Clara, I'm in. We should start receiving everything now. I see it. It's all coming in. T-Bone's going to start decrypting it as soon as we have it all. Mm-hmm. That's a pretty big download. All of this is Iraq's leverage. His blackmail. He's been collecting this for a long time. There. That's everything. Hurry back, Aiden. T-Bone's decrypting it now. I'm on my way. Oké, okay, nu nog proberen hier helemaal uit te gaan. Maar ik weet dat ik wat resistance ga tegenkomen. En veel ook. Dus dat gaat interessant worden. Laat me trouwens alle mijn... Oké, okay, die vervangen met... Die pillen moet ik... Die heb ik nog nooit gebruikt. Moet ik eens gaan gebruiken. En als ik die onder kan pakken... Eens kijken...
Doe maar de remote detonator, of de C4 noem ik het gewoon. Waar ik zelf kan kiezen wanneer het ontploft. Oh man, look at you. Crispin? No, wait. Pierce, right? This all you, Pierce? The auction? Correct. You the shit raining down on me? Cause I got a lot of shit raining down on me. Stop right there. I'm not about to let you get away with this. You've been fucking me up, snooping in my shit, right? Interfering with my plans. Iraq, we're all dead! It was you. You were the other hacker in the Merlot. That there's my currency. My masterpiece. And you're trying to take that from me. You took something far more valuable from me. I took from you. Motherfucker, I don't even know you. Oké, dan moeten we blijkbaar achter hem aan gaan rennen. Hop, natuurlijk blijven we overal aan vasthaken. Oh, so you wanna fuck with my family, huh? Break into my house, try to steal my shit, huh? Do you know who I am? Do you? I know exactly who you are. I wanna be king in a tiny castle. Then you're wrong! And you're lucky Quinn's lapdog. Fuck you! Fuck you! Oké, waar word ik hier naartoe nu? Want dit is misschien een soort boss fight. Yeah, I seen your type before, man. Self-righteous motherfuckers. I tried to count people off the battlefield. Nope, kan niet kapot schieten. Now I'll make sure you get back to your family. Maybe one piece at a time, huh? And when I'm done, they're next on my list. What, you got a wife and kids? Brothers and sisters? Yeah, you hurt mine, I hurt yours, bitch. There we go, eenmaal volgeladen. Dan nog eens een beter wapen pakken. Ain't nobody gonna come save your punk ass out here either. Your sniper's locked out. And the police won't fuck with me. Hell, I am the police out here. You go down low, man. Oké, wanneer komen we dan je vriendjes die we moeten killen? Oké, waar komen ze vandaan? Oh, hallo! Wauw! Dat was helemaal uit het niks. En ik heb poef, draag voor me van koekoek. Ik denk dat ze ergens uit naar buiten komen lopen. Oh, niet al die dialogue opnieuw. Oké. Ik heb een ideetje. Oké, dus. CV'tje daar. CV'tje daar. Een CV'tje daar. Yeah, you hurt mine, I hurt yours, bitch. En een CV'tje daar. There we go, dat moet wel. Oké, nog een CV'tje daar. Oké. The sniper's locked out. And the police won't fuck with me. Hell, I am the police out here. You go down low, man. There we go. Kill that motherfucker. Oké, go. Cover daar. Alright, let's have some fun, shall we? Oké, cover zo. En dat was eentje. Dat was twee. Nou. There we go. Who's next? Don't bring war to a soldier, boy. Nope, wapen eruit. Reloaden. Come up. We're friends. We're having a chat. Nou, leek me wel leuk, een leuk gesprekje. I'll take every file you have. All of your hard work, gone. The Merlot's a slick hotel. Bunch of rich white motherfuckers just waiting to pay up. So you take it from me? Eventually someone's gonna take it from you too. The secrets get passed around. And all sorts of people are going to die for the secrets. Mm-hmm. That's the curse of power. Curse of... Ja, hij geeft er een beetje gelijk mee. This is not us making a deal. You pick the fight, Pierce. Let's play it out. Alright, let's see what you got. Waar komt de volgende? Hallo. Wait for it. Hehehe.
Ow. Alright, now just come over here. Oh, damn it! Dit is lastig. Die ventjes zijn sterk en lastig te killen. You too. Oh god, ik ben misschien zelf te dicht bij mijn explosies. Deze rap. Ik denk rap even eentje op, maar ik wist niet dat ik zo dicht ben. I'm stupid. Oh wow. Oh, so you wanna fuck with my family, huh? Break into my house, trying to steal my shit, huh? Do you know who I am? Kill that motherfucker! Oké, dit is de zoveelste keer wat ik doe. Ik ben een paar keer doodgegaan. Ik heb een landmijnen geplaatst, zoals je kan zien. En dan snel. There we go. En dan die plaatsen. En dan die plaatsen. Plus. Eens kijken. I'll take every file you have. All of your hard work, gone. There we go. The Merlotta Slick Hotel. Bunch of rich white motherfuckers just waiting to pay you. Number two. There we go. Take it from me. Eventually someone's gonna take it from you too. The secret's getting passed around. Okay. All sorts of people are going to die for the secrets. Yep, we know. Oké, okay, ik heb wat 7 hier achter gepland. Ik heb 7 hier voor gepland, want er komt zo'n Big Armored Guy aan. En als dat hem niet kan killen, dan heb ik nog mijn F-knopje om hem bewusteloos te slaan. Oké, okay, so come on. Waar ben je? Kom op, ga je naar mijn safe hier? Dat was wel leuk. Oh crap, daar ben je. Shit, cover daar. Woe! Oké. Okay. Kom hier naartoe. Kom hier naartoe. Hier naartoe. Kom aan. Oké, als jij zo gaat doen. Kom maar daar. Kom maar daar. Oh. Oh, no, no, no. There we go. En dan. Oh shit, nog eentje. Dat is dezelfde soort dude. Het is dezelfde kind of dude. There we go. En dan, waar ben jij? Daar lig jij. There we go. Dat ging makkelijk. Iraq was protecting a tinderbox of blackmail. But he was after something bigger. He wanted the video from the Merlot job. He never did find it. Well, the viceroys are gonna regroup, and a new leader will step up. Bedbug? He's got a chance to get out now. Mm-hmm. I hope he takes that chance. I hope he's too. Kan hij tenminste een clean life? Nou, ik heb de plek bereikt. 1 meter. En ik ben meteen buiten. Oké. Dat was awesome. Zo, ik heb de informatie en ik verzameld. Dan krijg je zometeen een telefoontje. En dan moeten we onderweg terug naar de basis. Om het allemaal te decrypten wat voor informatie ik eruit kan krijgen. Ben ik al benieuwd naar. Want ik heb heel veel dingen gedaan. Zover alles wat ik moest doen hiervoor. Er staat een mooie auto. Oh nee, is geen auto. Die kan ik niet rijden. Nope, hier heeft geen banden. Je maakt veel noise, maar are you making any progress? I know what I'm doing. I don't need you on my shoulder. But I think you do. We've always been stronger as a team. You know that. It's not weakness to admit it. Let's face it. Without me, you wouldn't have the data. And you have it, don't you? Yeah, all of it. I want Nikki. My God, I was right to bring you in. You see? We did it. Now bring it to me. Directly. No one else. Oké, hij wil de informatie hebben, maar ik denk dat wij het eerst zelf gaan decrypten en zelf heel benieuwd wat erin zit. Maar dat gaan we volgende keer doen. Nou mensen, dit was weer Barstaak. Hopelijk vond je het leuk. Vergeet niet op dat duimpje te klikken en dan zie ik jullie weer de volgende aflevering. Doei doei! Oh, wat de... What the fuck gebeurde er net?